Volkswagen Golf, dat staat voor ernstig. De Seat Leon, dat staat voor sportief. De Audi A3, dat staat voor chic. De Skoda Octavia, dat stond altijd voor budgetvriendelijk en slim. Of dat dat nog altijd zo is, dat kun je lezen in onze gedetailleerde wegtest in Autogids 1061. En ook op autogids.be, daar vind je trouwens een heleboel testen. Maar voor die Skoda, we gaan het in één vragen aan Steven, want die heeft de auto al uitgebreid getest. Dag Steven. Dag Alain. Om te beginnen, dat is een brek of een combi zoals dat bij Skoda heet. Vertel eens. Ja, dit is met voorsprong van de Octavia het populairste of de populairste koetswerkvorm onder de Belg. Alle Belgen, nee niet alle Belgen, maar toch 90% van de Belgen die een Octavia kopen, kopen hem in combi. Dus er is ook een hatchback, vijfdeurs. Ik vermoed dat de meesten het doen omwille van de looks, want naar praktisch vermogen is de hatchback eigenlijk even goed. De wielbasis is hetzelfde, dus interieurruimte is hetzelfde. Het enige wat de hatchback wat toegeeft is de kofferruimte, dus 40 liter minder. Maar voor de rest... Maar goed, ja, ik kan de Belg dus in zijn geheel wel volgen, want ik vind de combi eigenlijk ook wel de mooiere Octavia. En zeker nu als nieuwe, omdat die vorige Octavia, je mocht ervan zeggen wat je wilt, maar... Echt sexy. Allee, echt warm werd ik daar zo niet van. Nee, maar moet een Skoda sexy zijn? Ja, blijkbaar wel. Als je naar deze kijkt, heeft Skoda toch echt wel zijn best gedaan om die eleganter en zo wat luxueuzer er te laten uitzien. En ik moet zeggen, de missie is zeer geslaagd. We zullen straks zien bij budget ook dat daar... Wat daar de gevolgen van zijn. Maar... Steven, wat mij opvalt. Ja? Er wordt altijd gezegd, een Octavia, dat is de Tsjechische Golf, maar die auto lijkt toch een pak groter. Hij is ook een pak. Allee, ja, pak. Hij is groter. Het chassis is hetzelfde, het is het MQB-chassis. Maar hier heb je 2886 mm. En dat is echt wel een serieuze rek, langer dan de Golf. En de A3 trouwens, want die staan op dezelfde wielbasis. Wel opvallend is dat de Leon ook dezelfde wielbasis heeft. Dus die zijn, de Seat, ja. Ja, de Seat. Dus die zijn eigenlijk... aan elkaar gewaagd, wat dat vroeger toch niet het geval was. Waar vroeger altijd de Octavia binnen die Volkswagen-groep met die MQB-chassis, waar die Octavia toch altijd de meest praktische was van de familie, daar krijgt hij nu gezelschap van de Seat Leon. En voor de rest, ja technisch gezien is dat natuurlijk, ja, die Golf, je hebt de verwijzing al gemaakt, technisch gezien blijft dat natuurlijk wel een Golf. Hè. En wat hij ook overgenomen heeft van die Volkswagen, en als ik me niet vergis is bij Audi net hetzelfde verhaal, die motorkap, zowel bij de Golf als bij de A3 als bij de Octavia, die loopt feller af. En de reden is, dat dient de aerodynamica, dus de CX-waarde. En die is nu bij de Octavia gezakt van 0,31 naar 0,26. En dat is goed voor verbruik. Dat is goed voor het verbruik, goed voor de prestaties. De rijwind, prestaties niet zozeer, maar vooral voor de rijwind en zeker voor het verbruik. En zoals je weet, vandaag de dag verbruik. Ja. De heilige graal. Hè. Een beetje groter dan de Golf, dan is hij wellicht ook ruimer. Ik stel voor dat we eens gaan kijken in het interieur. Doen we. Steven, moest dat Skoda-logo niet op het stuur staan? Ik zou denken, dit is echt een premium auto. Is dat ook zo? Ja. De afwerking is toch wel fenomenaal. Hè? Zelfs als je het vergelijkt met de vorige, die ook al niet echt slecht afgewerkt was. Dit is toch echt weer een niveau. Ik moet er wel bij zeggen, dit is de hoogste uitvoering. Dit is de stijl. Dus hoger gaat het niet. Maar als je die materiaal die ze gebruikt hebben voelt, dat stuur, het zit niet alleen degel in elkaar, wat vroeger al het geval was. Het voelt en ziet er nu ook echt premium uit, zoals je zelf zegt. Hè. Ik ben echt zwaar onder indruk, zeker in het interieur, van de elegantie waaraan dat deze Skoda gewonnen heeft. Zonder daarom trouwens afbreuk te doen aan dat praktisch gemak, hè, want ja, vanachter, het blijft even ruim. Dus dit is echt een volwaardige vijfzitter als je wil. De koffer heb ik al even vernoemd, dus ja, minstens 640 liter. Met een koffer die je in alle mogelijke richtingen kan aanpassen. Bodemvloer die je kan verhogen, weet ik veel wat. Het blijft een super praktische auto. Plus al die geniale vondsten. Neem nu het sleeppack achteraan. Ik kan er niet bij dat er geen enkel ander merk daar eerder op gekomen is. Gewoon een hoofdsteun die je kan omvormen, waardoor de kinderen van achter kunnen slapen. Met dekentje, alsjeblieft. Ja. Dat is €270 die ik met plezier neertel voor die optie. Dat is echt simpel, clever. Dat is ook echt simpel, van clever. De absoluut. Anders merken van Skoda, dat absoluut. Is dus gebleven. Ja. Het valt mij op, geen versnellingspook.
Nee. Ja, dat is net hetzelfde als bij alle andere producten. Hè. Dus het is shift by wire. En ja, dat heeft te maken met het... nu gaan we heel in detail, maar vroeger had je een CAN-bus-systeem die de elektronica aan de wagen controleerde. Nu is het CAN-FD, heet het nu. Bespaar je de technische uitleg, maar waar komt het eigenlijk op neer? Dat je van 3G naar 5G gaat. Daarmee kan je het vergelijken. Dus ze kunnen veel meer elektronische assistenten. En ze kunnen dus bijvoorbeeld ook de versnellingsbak elektronisch laten aansturen. En dat maakt dat je dus geen manuele klassieke of geen mechanische verbinding meer nodig hebt. En daardoor is het shift by wire. En dat verklaart meteen ook waarom alles ineens digitaal is. Niet alleen bij de Octavia, maar in ook alle andere producten van de groep. Dus dat is ook standaard. Standaard digitale telepartij. Standaard het basis MIB infotainment systeem. Maar, en die opmerking heb jij ook gemaakt bij de A3. Dat nauwelijks nog knoppen. Nauwelijks nog knoppen. Bij de A3 had je nog een paar, hier ook. Maar voor de meeste dingen ben je aangewezen op het aanraakscherm of die schuifregelaars hier. En in alle eerlijkheid, Alain, ik vind het niet handig hoor. Integendeel zelfs. Waarom doen ze het dan? Want alle merken doen het. Kostenbesparing. Een heel simpele reden. Een knop kost gewoon meer dan een schuifregelaartje, dan een sensortje. Dus ja, dat is de reden waarom dat heel veel constructeurs naar teruggrijpen. En het oogt wat chiquer, wat eleganter als je het allemaal kan. Maar het is zeker niet ergonomischer en absoluut niet praktischer. Dus, ja. Nog los van dat chique en dat infotainment, al die snufjes, als ik het goed begrijp, Skoda is nog altijd vooral veel ruimte ook. En echte familiewagen. Ja, absoluut. Steven, Volkswagen Groep, ik veronderstel grote keuze aan motoren, zelf aan brandstoffen. Leg het eens uit wat je allemaal kan krijgen in deze Octavia. We hebben nu al een aantal keer de analogie gemaakt met de Golf en de andere van de Volkswagen Groep, andere modellen. Hier onder de motorkap exact hetzelfde verhaal. Dus verschillende mogelijkheden uit benzine, diesel, CNG, plug-in hybride, milde hybride. Ik daag u wel uit, Alain. Wat zou dit zijn? Ja, je weet het nu. Omdat... Ik denk dat ik het weet. Het is een diesel. Het is een diesel. Ja. Maar dus, ze zien er ook allemaal hetzelfde uit. Mocht je nu een 1500 TSI onder zitten, dan is dat dezelfde afdekkap. Dus ja, de inwisselbaarheid gaat niet alleen tussen de verschillende modellen van de groep. Het gaat ook gewoon tussen de verschillende motoren aan zich. Dus ja, dit is dus de 2 liter diesel 150 pk met de gerobotiseerde bak. Ja, ik denk dat ze bij Skoda zelf, net als bij de rest van de Volkswagen groep, het liefst van al momenteel die 1.5 TSI verkopen met die 48 volt installatie. Dus die 48 volt installatie, dat is die milde hybride met een startergenerator. En die krijg je enkel als je die koppelt aan die gerobotiseerde bak. En dan zit je eigenlijk qua verbruikcijfers ongeveer rond wat de diesel zou uitstoten. Ik heb in de gedetailleerde test heb ik met die, dat was de gewone TSI, want dat was de manuele bak, zat ik aan 6,9 liter, als ik me niet vergis. En ik denk dat we met de 1.5 ETSI, of met de, dat we daar bij de eerste test aan 6,5 zaten. Dus het scheelt een heel klein beetje. Maar ja, als het echt voor verbruik te doen is, ik zit nu op een gemiddeld verbruik van 5,5 liter met die 2 liter diesel. Dus. Oké. Okay. Ja. Je sprak van mild hybrid en plug-in hybrids ook? Heb ik... Plug-in hybrids komen er ook. En net zoals bij de Golf komen die in twee vormen. Dus de gewone, zeg maar, plug-in hybrid van 204 pk. En dan heb je de RS, die krijgt een EV-versie. En die RS EV krijgt 245 pk. Het meest opvallende daaraan is dat Volkswagen en de hele groep uitpakken met die 1500 TSI als zijnde, ja, dit is onze meest revolutionaire en geëvolueerde benzine. Maar in die plug-in hybride steken ze wel nog de oude 1.4 TSI. Oké. Ja. Maar goed, die heeft nu wel een vrij grote batterij. Die, of ze gaan dat krijgen, want ja, we hebben die testen nog niet kunnen doen, omdat op dit moment zijn die er nog niet. Maar ze zeggen zelf dat ze tot 60 kilometer elektrisch zouden kunnen rijden. Dus als dat effectief het geval is, ja, dan mag dat nog een 1.4 TSI zijn. Een van de beste cijfers op de markt. Ja, Steven, Simply Clever, dat is Skoda, ook onder de motorkap. Ja, inderdaad. Ze gaan er heel ver bij. Kijk, we hebben daarnet nog tegen elkaar gezegd, waarom doet niet iedereen dit? Kijk, hup. Dat is fenomenaal handig gedaan. De ruitensproeier. Voor de ruitensproeiervloeistof. Je kan nooit meer morsen, het zit er allemaal in. En het is een extra plastic flapje dat erop zit, maar meer is het ook niet. Simply Clever. Ik kan het niet anders uitleggen. Simply Clever. Trouwens, voor die diesel hebben ze ook nog een Simply Clever oplossing. Ze hebben de AdBlue vuldop. Is dezelfde dan die van vrachtwagens. Zodanig dat als je aan het tankstation staat,
dat je ook AdBlue kan vullen aan de vulinstallatie van vrachtwagens. Okay. Mocht dat nodig Handig. Zijn. Voilà. Steven, het is misschien nog een cliché, maar een Skoda, het is niet meer een auto die je koopt omwille van de rijdynamiek. Of geldt dat vandaag niet meer? Oh ja, je had vroeger en vermoed vandaag ook nog de RS die probeert het tegendeel te beweren. Maar in het algemeen gesproken klopt het inderdaad wel dat de Octavia niet de meest begeesterende is om mee te rijden. Ik heb de eer gehad om met de 4 MQB-chassis oplossingen te rijden, zeg maar, van de 4 merken. En de Octavia is echt met voorsprong de meest, ja, hoe zal ik het zeggen, de meest zacht afgestelde. Het voordeel is wel dat hij ook de meest comfortabel is qua demping. Maar om er echt sportief mee te gaan rijden, wow. En dan ja, moet er wel bij, deze heeft nu de adaptieve demping. Dus hij staat ook in comfort en dan ja, is dat dent en nog iets harder. Het voordeel is wel, je kan hier wel de sportafstelling kiezen en dan is het een heel stuk beter. Dan is het echt al een stuk rigider. Maar zelfs dan komt hij nog niet in wat bijvoorbeeld de Golf of de A3 kunnen. Zelfs dan komt hij daar nog niet bij in de buurt. Nu, ja, het voordeel is wel, of het voordeel, Skoda heeft je wel nog de mogelijkheid om te kiezen voor een speciaal sportchassis. Dat is het chassis dat ze gaan gebruiken voor de RS. En dan ligt ja, vermindert de bodemvrijheid met 15 mm, waardoor dat de veren iets strakker komen te staan. Omgekeerd bieden ze ook een Rough Road chassis aan. Dat is dan de onderbouw van de Scout. En die staat dan weer 15 mm hoger. Ik vermoed voor als de demping nog niet comfortabel genoeg zou zijn, dan heb je dan ook die Rough Road. En dan samen met ja, de standaardafstelling en hier met de adaptieve demping geeft dat dus 4 mogelijkheden om een chassisafstelling te kiezen van de Octavia. Dus algemeen kun je zeggen van oké, ja, het is vooral, ze mikken vooral op comfort, maar eigenlijk hebben ze voor elk wat wils. Door het feit en dan komt er nog een RS variant. Er komt nog een RS, ja, en hoe dat die gaan rijden, ja, daar hebben we momenteel het raden naar. Hoe dan ook, dat wordt de sportievelingen van het. Dat wordt de sportieveling. En vooral de rest is er het comfort van. De deze, van de gewone. Steven, het woord budget is al een paar keer gevallen. Skoda stond er vroeger voor bekend. Dat was eigenlijk de reden dat mensen een Skoda kopen. Die was goedkoper. Ik zeg was, dat is vandaag niet meer het geval. Nee, het is lang vervlogen tijd waar de eerste Octavia inderdaad een goedkope Golf was. Vergeet het. Dit is een heel ander verhaal nu. In die mate zelfs dat de Golf goedkoper is dan de Octavia. Ja, dus zowel voor de hatchback als voor de combi moet je minstens 30.000 euro rekenen vandaag. Daar heeft ze wel een aantal verklaringen voor. Om te beginnen dat de Octavia, het basisuitrustingsniveau, is momenteel nog niet beschikbaar. Dus je bent onmiddellijk vanaf de Ambition. Maar dan nog, 30.000 euro is veel geld. Zeker omdat de Seat Leon nu op dezelfde wielbasis staat. Dus min of meer hetzelfde plaatsaanbod heeft. Dus daar moet je hem eigenlijk mee vergelijken. En daar kan je hem nu vandaag echt mee gaan vergelijken. En die is echt wel een aantal duizend euro goedkoper dan de Octavia. Compenseert nu, ja. Octavia dat met een rijkere standaarduitrusting? Ja, nu wel. Omdat start vanaf die Ambition natuurlijk. Er zitten wel een aantal zaken bij. Die Simply Clever dingen die we al opgenoemd hebben. De meeste zijn daarvan standaard. Heel leuk en positief ook. Skoda biedt standaard een volwaardig reservewiel aan. Dat is ook iets wat je niet zo dikwijls meer tegenkomt. Maar voor de rest is die standaard uitrusting vrij vergelijkbaar met de andere modellen binnen de VW-groep. Dus ja, het digitale dashboard is standaard. Het MIB3, dus het infotainment systeem, de basisversie daarvan is ook standaard. Airco en die dingen. En uiteraard dus heel uitgebreide veiligheidsuitrusting. Met een collision avoidance systeem en een turn assist. Een aantal dingen die zeer ja, baanbrekend zijn toch wel. Die biedt standaard, biedt Skoda en uiteraard de andere Volkswagen producten bieden die standaard aan. Dus dat is wel mooi meegenomen. Maar dan nog blijft 30.000 euro. Dat zal een positief impact hebben op de inruilwaarde waarschijnlijk. Is dat nog een reden om toch voor de Golf te kiezen? Of? Ik vermoed dat Skoda is nu echt een gevestigde naam. En de Octavia is een gevestigd merk. Is een van de populairste modellen binnen in Europa. En ik vermoed dat dat inderdaad wel zijn effect zal gehad hebben op de restwaarde. En ik vermoed nogmaals dat dat ook een beetje de reden is dat ze die stijl, dat ze die meer elegantie zijn gaan opzoeken om toch hoger gepositioneerd te kunnen zijn. Maar nu kunnen ze het, te maken. Om een bedrijfswagen, om mensen effectief, ja, laten we zeggen, ik noem nu BMW-rijders, Mercedes-rijders, om ook die te lokken naar Skoda.
om er echt definitief komaf mee te maken dat het een budgetmerk is. Okay. Maar, en dat is nog het laatste dat ik over dat budget echt nog kwijt kan en moet, het is een beetje bizar, want ik versta het niet goed. Want Skoda is altijd het budgetmerk geweest van Volkswagen. Maar als je nu prijzen begint aan te bieden die even goed zijn of even hoog zijn als Volkswagen, als de Golf, ja, wat is dan nog nut van Volkswagen? Zolang als de klanten blijven volgen, kunnen ze die tendens verder zetten waarschijnlijk. Steven, ik denk dat ik er eigenlijk bijna uit ben, maar toch, ik ga het jou laten vertellen. De Golf, de Leon, de A3 of toch deze Octavia? Zeg het eens. Ik vind dat een zeer moeilijke. Ik denk, als ik mijn buikgevoel volg, of als mijn keuze zou moeten zijn, ik denk als fleetwagen betaalt voor de baas onmiddellijk de Octavia. Ik denk dat je van die vier prijs, kwaliteit en naar uitstraling toe niet beter gaan hebben op dit moment dan een Octavia. Maar ik hoor hem maar komen. Als particulier denk ik in alle eerlijkheid dat een Leon interessanter is. En waarom? Dat prijsverschil. Omdat je dezelfde plaatsaanbod hebt. Oké, de afwerking bij die Leon is misschien iets minder. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar ja, zit met dat prijsverschil. Maar goed, dat gezegd zijnde, laat het heel duidelijk wezen dat Skoda met die Octavia fantastisch werk geleverd heeft. Hè. Wat ze eigenlijk gedaan hebben, is het basisproduct dat op zich al zeer goed was, goed reed en zeer praktisch was, hebben ze nu aangevuld met een heel mooi en elegant design. En dat was eigenlijk het enige wat die auto nog echt miste. Dus top. Dat is duidelijk. Dank je. Steven heeft ons het hele Octavia-verhaal gedaan. Ik herinner je nog eens aan, je vindt nog veel meer testen op ons YouTube-kanaal. Natuurlijk ook in het magazine en op onze website autogids.be. Tot de volgende.